dat de 29-jarige Menno Boelsma gisteren met een 13e plaats nog altijd de tweede Nederlander bleek te zijn op de 500 meter. Dat spreekt boekdelen. André Sobeck uit Duitsland was gisteren 15e. En die heeft ook betere tijden gekend. Maar ja, hij heeft het seizoen moeten overslaan vorig jaar vanwege ernstige ziekte. En ja, dat merk je natuurlijk toch. Hij moet helemaal terugkomen uit het niet als het ware. Toch was het een talent en dat is het natuurlijk nog steeds. Die Sobeck, 2 jaar geleden was hij 9e bij het wereldkampioenschap sprint. En toen kwam de tegenslag. Dit zijn de openingen en die zijn uitstekend. 10-0-1 om 10-0-5. Ja, die eerste 100 meter van Boelsma is altijd perfect. Ja, dat kon je gisteren ook mooi zien. Dat hij op de 100 meter prima schaatst. Ook in de bocht heeft hij een uitstekende techniek. Maar hij komt iets tekort op het laatste recht eind en op de kruising. De bocht is prima van Boelsma. Je houdt de binnenbocht prima. En hier krijgt hij het dan moeilijk. Maar hij houdt voorsprong en gaat de rit winnen. Ja, ja, dat is een mooie tijd hoor. 37-90 voor Menno Boelsma. Goed gedaan, zonder enige twijfel.